We need energy. La blief. Wij hebben een verhaal. Het is dik en om. Trek aan de riemen. Dit is onze vriend. En dat is een waanzinnig succes. Festival van Vlaanderen. Het wordt vaak gebruikt om weerspannig vee en bedwang te houden. Dat is waar. Welcome to the fun. Gewoon te sterk. Dat is wel heel straffe kost. Onvoorstelbaar. Wat de mensen niet gaan begrijpen, Sven, dat is dat ik dit allemaal doe om u te helpen. Ik begon namelijk mijn radiocarrière bij Contact in Brussel in 1980. Veel blauwer, geef toe, kon ik niet beginnen. De studio's waren zelfs in de gebouwen van de PRL in de Ladderstraat in Laken. Je bent daar vermoedelijk te jong voor, je bent daar nooit geweest, denk ik. Maar dat kwam door de blauwe Brusselse burgemeester Van Halteren. Die mannen vonden dat het monopolie van de staatsomroep wel eens mocht doorbroken worden. En dat hebben wij geprobeerd. Dat gebouw was niet echt politiek onschendbaar, maar we zaten op de tweede verdieping helemaal bovenaan. Het was toch moeilijk om daar binnen te vallen en dingen in beslag te nemen. Om u maar te zeggen dat ik in oorsprong eigenlijk uw kleur heb. Vrijgevochten. Liberaal. Libertijn zelfs. Versta je? Maar wat ik allemaal hoor over de radio's die u vorig jaar erkend hebt, dat is niet normaal, man. Is dat nu echt allemaal waar? Is het zo dat er een keten bij is die vertelt van met 30 journalistieke medewerkers te zitten, met 15 radiomakers die beweert dag en nacht met 3 man in de studio aanwezig te zijn en dat dat betaald wordt met 10.000 euro per maand? Hallo? 10.000 euro per maand. Dat is dus iets minder dan uw ministerloon, hè? Sven, dat kan toch niet? Reken dat eens uit. Die jongens zouden beter in de textiel in Bangladesh proberen een job te vinden. Dat is mensonterend, zeg. Dat zijn hongerlonen in West-Europa. 10.000 euro per maand om 45 monden te voeden. Dat is 222 euro de kop. Voor een ganse radio, hè? 24 uur op 24 te bemannen en te voorzien van inhoud die moet concurreren met goed betaalde medewerkers van de staatsomroep, maar ook Q, Jew, Nostalgie. Denkt u dat u hen daarmee echt een eerlijke kans geeft om de concurrentie aan te gaan? Want uiteindelijk dingen ze allemaal samen naar de gunsten van dezelfde luisteraar. Laat dat eens nakijken, hè. Want dat valt anders allemaal op uw kop. Ze gaan u daarover aanspreken. Jij hebt dat ondertekend. Er zijn ook gastjes die opduiken in alle dossiers. De music director van Energy is ook programmamaker bij VBRO, Hit FM, Familie Radio, 77 en... Wat die's meer zijn. Ofwel is die een mens gekloond, ofwel denken ze dat u en uw administratie clowns zijn. Want dat is toch lichtelijk onmogelijk, hè Sven? Wie heeft die dossiers eigenlijk onder het licht genomen? Ik hoorde iets over net afgestudeerde universitairen met heel veel media-ervaring. Dat is een beetje contradictorisch. Afgestudeerde universitairen met meteen al heel veel media-ervaring. In het Pajottenland vertelt men mij, schallen op dit ogenblik twee identieke zenders, Pajot 1 en Mooi Zo. De muziek en de inhoud is identiek, op een paar seconden na. Ja, ja, met de techniek is dat de dag van vandaag mogelijk, dat weet jij ook. Maar jouw beleid ging om meer variatie, meer kansen en niet kansen aan dezelfde, die dan vervolgens ook hetzelfde doen. Zo heb jij dat toch niet bedacht, mag ik aannemen? In de Noorderkempen is er eentje nieuw in de lucht, die ronduit zegt, informatie, dat brengen wij niet. Wij zijn een muziekzender. Kijk dat eens na. Ik kan nooit geloven dat dat zo in zijn dossier staat. Uw speurneuzen moeten opnieuw aan de slag. Die mannen in Merchten daar, die vrienden van Maggie de Blok, gaan beginnen ondertussen. Na 6 maanden, eindelijk. Ondertussen heeft uw administratie wel 2 goed draaiende zenders in dezelfde regio geen vergunning gegeven en bleven de niet-openbare radioluisteraars op hun honger. 6 maanden, maar 16 juni, dan starten ze. Allee Sven, je ging toch de vergunning geven aan de beste. Die doet er toch geen half jaar over om in de lucht te geraken.
Het is tijd dat Maggie nog roze korrels voor radiozenders goedkeurt en de kosten terugbetaalt. Of het gaat er daar echt niet van komen, hè? U ziet dat u geen kwade bedoelingen hebt, want niet alle namen werden genoemd. Je weet wel, to protect the innocent. Maar kijk dat in godsnaam eens na. Want je gelooft het of niet, ik heb nog veel meer. Stilte, stilte. Ja. Ik ga de vergadering opschorten. Ja, ja. That's all, folks. Thank you very much, I love you. See you soon. Bye. Zo leuk is, hè? Beste, hè? Ja, hè? Amusement, hè? Ja. Hey.